Heb je alles gevangen? Ja, nou, een soort van. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we zijn in de wolken. In de Wolkenfestival. In de Wolkenfestival. In de Rai, in Amsterdam. Ziet er wel feestelijk uit. Even shizzle. Kraanfeest moet komen. Kraanfeest, oh ja. Ja, joh. Allemaal feestjes. En wat er meer dan? Kraanfeest, baby showers. Bachelors. Oké. Wat dan? Ja, bachelors. Bachelors? Dutch. Dutch? Wat zijn dat dan? Dat zijn baby showers voor mannen. Oh! Oké, we gaan eventjes naar beneden. Baby showers voor mannen. Ja. Wat ze eigenlijk bieden is dat je zeg maar een pakket krijgt waarbij de man in de zonnetje gezet wordt, maar dan doe ik niet op de manier de vrouw er voor elkaar. Nee. In de zonnetje gezet. Ja. Maar bijvoorbeeld dat we een spel regelen voor je waarbij je gaat rugbyen met je vrienden. En de rugbybal is dan niet een rugbybal. Maar een baby. Dat is een pop inderdaad. Die moet heel blijven. Maar ja, die blijft natuurlijk niet heel. Nee. Ja, natuurlijk kun je ook dingen doen met paintball, met karten. Dus nou ja, je kan eigenlijk allerlei dingen doen, maar dan gaat het natuurlijk veel robuuster, ja, veel ruiger. Hè? Nou ja, het is wel grappig, want we hadden het dus over een baby shower. En dat, ja, wij eigenlijk niet zo van het standaard baby showers zijn dat de man dan weg moet, weet je wel. Ik vind het wel hartstikke leuk om het samen te vieren en, ja, te delen en zo. Dus, dat is heel leuk. Ja, we bieden eigenlijk op maat gemaakt feestjes aan. Dus eigenlijk bieden we alles aan wat je wil. En daarin gaan we in gesprek met jullie, één op één. Ja. Wat zoek je precies? Wat is je budget? Wat wil je dan? Wat verwacht je dan? Wat wil je niet? Wat wil je wel? En dan brengen we natuurlijk suggesties in. Dat is net wat jullie willen. Ja. Nou, ja, leuk. Ik vind het een leuk verhaal. Ja. Gaan die liken? Ja, maar zijn voorwaarde was dat we hem gingen liken. Dus, ja, dat moeten we hier even doen, denk ik. Ja, nou, like je dus. Wil je hem nog inschrijven? Dat je een babydoekje mee? Wij schrijven ons in, we liken, we vloggen. Alles komt in beeld. Ja, maar dat was het. Ja, we kunnen hier elk kraampje vloggen natuurlijk. Nou, hier buiten is het wel ontzettend mooi natuurlijk. Ja. Zo natuurlijk. Stom. Hier buiten is gewoon weer erg mooi. Nou, we zijn er weer doorheen. Maar nu weer. Ja, dit was kort maar krachtig. Het was, ja. Ja, nou ja. Het is... We hebben wel wat gekocht. We hebben wat kleding gekocht. Ja, ik heb een heel leuk truitje en een broekje gebreid. Of Heb je hem zelf gebreid? Ja. Maar, dus we zijn er weer buiten. En, maar we hebben dus heel leuke kleertjes gekocht en we hebben ons ingeschreven bij Babydouche. De Babydouche die doet kraamfeestjes en baby showers. En wat was het andere naam? Dad showers? Bachelor. Een bachelor. Ja, ik baby shower voor mama. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik zat er wel op te wachten. Dus nu ga ik het onderzoeken. Ja. Ja, dus dat. En nu gaan we nog even kijken of we de VT Wonenbeurs nog een beetje kunnen zien. Aandoen. Maar ja, we hebben nog een half uur, dus we gaan lopen. Kijk, zo gaat het ineens een stuk sneller natuurlijk als je ineens in een shuttle kan zitten. En toen kregen we een lift. 1, 2, 3, go. Oh. Waar is... Heb je alles gevangen? Ja, nou, een soort van. Zo, schat. De belangrijkste spullen zitten erin. Ja, dat zou ook weer iets voor mij zijn inderdaad. Ja. Hobbedobbedobbel. Als ik nou de eerste camera laat vallen. Ja. Oké, ik ga hem snel opbergen, want dit gaat niet goed. Mooie ding allemaal, Poepie. Ja, we zijn inmiddels alle mooie VT-hoge inspiratie... Hokjes? Nee, steentjes. Ja. En dit is wel een heel leuk. Wat?
mooi hè hier. We hebben wat dingen gevonden. We zijn gisteren dus naar de festival in de wolken geweest. En nou, we hebben natuurlijk wel wat dingetjes gekocht. Dus die willen we natuurlijk wel even laten zien. We hebben voor in de babykamer. En laten we eigenlijk een sneak peek, hè? Want we gaan nog niet echt de kamer laten zien. Ja. Wat gaan we daar nou mee doen? Dit is weer een little sneak peek. Ja, die hebben dus 3. Maar we hebben ook wat babykleertjes gekocht. Want nu weten we wat het is. Oeh, schattig is dit. Cutie. Dik hè, mooi kleurtje ook. Er staat op, little one, noppies. Dus de little one is in zijn noppies. Ja. Nee, noppies is het merk toch? Ja. Noppies baby. Nou, we hebben van baby douche een doekje gehad. Zeer absorberend hydrofiele schoonmaakdoekje. En nou ja, baby douche organiseert eigenlijk voor jou allerlei feestjes om jou te ontzorgen. Dus baby showers, bachelors, dat is dus de mannelijke baby shower, heb ik geleerd. Kraamfeestjes, ja, noem het allemaal op. Verjaardagspartijen, eigenlijk van alles. En we hebben een mini broekje. Ik hoop dat die hem past. Ja, dit is dus, dit was de kleinste maat, hè? De allerkleinste maat. Dus, en hij heeft dus ook zakjes. Snapte, voor zijn smartphone en zo. En achterkant. En achterkant. Ook nog een zakje. Voor zijn zakgeld. Toch te cute. Ja, het kan dus zijn als het een beetje een grote baby is, dat hij er niet eens in gaat passen. Nee, maar we zijn geen doemdenkers. Toch, Reg? Ja. Nou, zekerheid. Ook nog een maatje groter. Die is ook leuk. Ook van Veetje. Newborn. Maatje 56. En deze wist ik eigenlijk meteen dat jij die leuk vond. En die vrouw die zei het en die zei: iedereen kijkt ernaar, iedereen houdt het vast, maar niemand koopt het. En wij wel. Ja, heel schattig. Organic cotton. Dus voor de milieuliefhebbers. Duurzame kleding. Verder vond ik het persoonlijk wel een beetje tegenvallen. Ik ben zelf naar de 9 maanden beurs geweest. En die was wel echt een heel stuk uitgebreider. Oh ja, daar zijn we samen geweest natuurlijk. En maar goed, we zijn toch geslaagd. We zijn uiteindelijk door naar de VT Wonenbeurs gegaan. En dan hebben we dus die leuke lampjes gekocht. En nog wat voor de babykamer. Dus op zich prima geslaagd. Vond je dit een leuke vlog? Duimpje omhoog. Ben je niet geabonneerd? Even op het abonneerknopje drukken. En op belletje. En het belletje aanzetten. En tot de volgende vlog. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.